my god, het is gewoon vrijdag. Dus we gaan er gewoon in vliegen. Goedemorgen, deze morgen. Mijn naam is Pip. Nieuw dag, nieuw vlog. En het is godverdomme vrijdag. Eindelijk, bijna weekend. Nog 8 uur werken en we zijn er vanaf. Yes! Ja, dat is juist mega betant. Dus normaal edit ik s'avonds en laat ik dan dus mijn computer het filmpje maken. S'nachts, weet je. Van de morgen sta ik op, omdat dan klik ik altijd voor uploaden. En ja. Mijn computer is blijkbaar vastgelopen, of ik weet niet wat er scheelt. Ik zeg, het is niet waar, hé. Weet je, ik ben nu zodanig gewoon van altijd 's morgens vroeg, hup, klik, voor dat up te laden. Dus voordat je naar school gaat, of voordat je gaat werken, dat je nog kunt kijken. Ja, laap, die computer zegt zo van, nee, vandaag niet. Vandaag gaan we dat nu een keer niet doen. Dus ja, heb ik hem maar direct hernieuw opgestart. Dus ja, ik hoop dat dat hier binnen een kwartiertje gedaan is. Dan kan ik hem nog altijd uploaden. We gaan het wel zien. Zo niet, had een keer 's middag zijn dat hij al opgeload zijn, de video. Niet aan te doen. Helaas, pindakaas. Goed, allee, zij, hassen, salutjes. Tot z'n beetje, want ik moet gaan werken. En ik wil niet werken. Maar ik moet werken voor centjes. Oké. Salutjes, yo. Yes, hij staat erop. Gelukkig. Allee, hij staat er nog niet op. Hij is aan het uploaden. Dus ik ga nu vlug vertrekken nog naar mijn werk. En ja... Tot later. Yes, yes, yes. Het is gewoon weekend. Eindelijk. Weekend! Woe! Eindelijk. Ah. Het is een lange dag vandaag. En ik heb nog maar juist mijn auto gekuist en hij is alweer ik weet niet hoe vuil. Iedereen zegt tegen mij, ja maar dat is omdat je een zwarte auto hebt. Gelijk dat een zwarte rapper vuil is of een andere kleur. Vuil is toch vuil? Is dat dan nu een wit of een zwart of een groen? Vuil is vuil, dat denk ik toch. Voilà ze! In de auto! Eindelijk! Ik ben echt mega moe. Ik ben mega moe. Mega moe, oh, ik ben de legend. Ja, ik ben echt mega moe. Ik wil gewoon een dutje doen, slaapje zo. Zo, slaap, hè. Slaapje doen. En, maar we gaan meestal vanmiddag gaan we een beetje eten. Ik ga echt een beetje slapen. En dan per dag vanavond kan ik naar het cinema gaan. Want nu, de Kinopolis is 20 jaar open, of oh ja, het bestaat 20 jaar. En het is nu 8 euro voor een filmticket. Dus we gaan dan een keer meepakken, hè. Waarom niet? En dan gaan we dan zitten met een popcorn zo. Dat de naft hier zo, hè, dat lijkt hier zo heel vol ton. En dan nog een, zo'n cola erbij zo. En dan een... En die achter u zo van, hé, hey, kunt een beetje stiller alstublieft. Nee, mooi, het was hier. Baf. En toen, ben vechten. Chucky B. Voilà, juist thuis gekomen. Maar het is hier natuurlijk nog een beetje donker. Hier, omdat, ja, van de morgen is Jamie vertrokken. Maar hij heeft dus blijkbaar de gordijn niet open gedaan. Poiken is hier ook natuurlijk! Ja, hij is altijd zo blij dat hij mij ziet, hè? Ja. Dus we gaan dat hier een keer open doen, allemaal. Dat dat hier een beetje klaarder wordt. Een beetje leven in de brouwerij. Zo moet het gewoon.
Leven in de brouwerij. Ik heb echt mega honger. Ik ga blij zijn dat ik een keer die werkkleren ga afdoen. Dat ik heel de week, ja, ik ga niet zeggen dezelfde kleren aan, maar altijd dezelfde werkkleren aan. En een keer gewone kleren aan doen. Allee, gaan we naar buiten gaan. Ja, we gaan een beetje eten. Dat gaan wij doen. Wat denkt u daarvan? Ga je mee eten? Zet u aan tafel. Ik zal een beetje voor u bijscheppen. En dat is eigenlijk niets om te scheppen. Het is gewoon bij elke hamburger ga je eten. Zo'n hamburger van de Lidl. Ja, dat is altijd lekker. Ja, de heel snelle manier voor uw hamburger op te warmen is gepakt hem, hè? Gepakt hem en smet hem daar weer in. Voilà, voilà. Allee, dat is gewoon heel rap gedaan. Yo. En terwijl ik hier zit, van mijn hamburger te eten, ga ik best nog een keer 4 shoutouts doen. En de shoutouts gaan naar... Wassim Kadouri, Thibaut de Mulder, Willem Platenvoet en Velge Liam. Yo, yo! Voilà, dat waren de shoutouts voor vandaag. Geniet ervan! Van de shoutouts! Shoutouts! Oh my god! Wacht. Oh wow! Kleine stinky. Voilà, dus nu ga ik verder eten. Haha. Die zetel is echt de meest chill zetel ooit. Dat is gewoon de beste zetel dat ik ooit al had. Hè. Je kunt gewoon allemaal liggen. Niet alleen hier, maar overal. Dus gewoon dat open doen. Echt, dat is gewoon de max. Ja, veel is er niet om te rusten. Ik heb daar juist bericht gekregen. Want ik heb een sticker besteld voor op mijn auto en voor op Natalina auto. Die is ook thuis ondertussen. Waar de PP Blue op staat en het logo en zo van die ding. Dus, maar ze gaan dat hier thuis komen doen. Dus moet ik eerst, maar het moet binnen zijn. Dus moet ik eerst de garage een beetje leegmaken en dan mijn auto binnenzetten. En dan gaan ze de sticker komen plakken vandaag op mijn auto. Morgen gaan ze dat doen op Natalina's auto. En dan moeten we nog een beetje boodschappen doen, heeft Natalien gezegd. Want we moeten drank en melk. En weer een beetje tralala. Maar niet te veel, hè, niet te veel. We moeten pijzen aan de centjes. Aan de centjes, aan de ping, ping, ping. Hé, boy? Het is waar, kijk eens dat je weer, hè? Ja, constant zit hij achter mij. Oeh! Oeh! Ja, dus nu de auto binnenzetten, dan een beetje boodschappen doen. En vanavond gaan we naar de cinema. Cinema! Cinema! Wij gaan naar de cinema. Ik en jij gaan naar de cinema. De cinema! Voilà, en ons Natalientje hier is
bolletjes aan het draaien voor ze biedt van die mini wafeltjes te bakken. Of hier in West-Vlaanderen noemen ze dat lutten. Lutten is iets anders. Lukken. Dus kijk hier, voilà. Dat is ze gisteren gemaakt. Nu is ze bolletjes aan het maken. Zo. Toen als ze dat hierin doen, dat is nu aan het verwarmen. En die machine is ze gekocht in een eco-shop. Eco-shop? Ja, in de eco-shop voor 4 euro. Tweedehands. 4 euro. Come on. Het is voor niets. We zijn gewoon voor het geluk geboren. Voor het geluk geboren. Wij zijn voor het geluk geboren. Wil je het lied niet horen? Sticker hangt eraan. Ik ben er eigenlijk wel heel blij mee zo. Ja. Dus als je mijn auto ooit een keer ziet, trek er een foto van op Instagram. Hashtag Batmobile Paper Blue Mobile Car. En we gaan nu achter boodschapjes gaan. Het is nu 4:10. We zijn er mee weg. Ja, ik heb ook nog een mededeling. Het is eigenlijk niet zo prettig nieuws, maar ja, het is nu eenmaal zo. Dus normaal gingen we nog een tweede kanaal beginnen, 1 kilo. Maar dat gaat dus niet door. De reden gewoon is heel simpel. Ik vind als je aan iets begint met 2, als je dus een project begint met 2, moet je er alle 2 evenveel voor inzetten. En dat was het geval dus niet. Dus ja. Eerst was hij ziek. Dan was het dit, dat. Ik raak er niet. Dit. En ik moest alles regelen. En ja. Dus, en daarmee hebben we gewoon besloten van het niet te doen. Ik vind het wel heel spijtig. Want ik dacht dat het wel iets ging zijn die ging aanslaan bij het publiek. Maar ja, mag niet zijn, niet aan te doen. We gaan gewoon zelf verder gaan. PP Blue, vloggen. Let's do this shit! Yeah! Voilà, we zijn thuis gekomen en Nathalie is aan het zot komen omdat we al haar koekjes aan het opeten. Oh ja, al haar koekjes aan het opeten zijn best als aan het bakken is. Maar toen is dat lekkers van al. Maar ze zien toen is het nog zo'n beetje warm en zo, weet je wel. Kijk, die koekjes, dat is meer lekker. Dat is ook meer goed. Ja, die zijn afgekoeld, maar Jamie had daar alles nog. Maar ja, als dat een beetje warm is, is dat ook goed, hè? Ja. Nou, we zetten een die bolletjes op te vullen. Ik heb honger. Ja, ik heb allemaal voeten. Eigenlijk, hè. We hebben gisteren frieten gegeten, maar eigenlijk echt goesten voor hun frieten van frituur. Ik heb goesten op het pita. Of pita, oh my god, zo goed. Ik heb goesten op het pita. Oh, pita eten, hij had erom. Ja. Kijk door achter. Oh ja, pita. Dat wil ik ook weer eten. Dat is al lang een ding. Dat is mijn loogst. Dat is lekker. Oh, zo'n pita.
maar... Oké, okay, pita eet is wel altijd zo'n een schotel, nooit in een broodje. Oké, okay, we gaan pita eten, kom maar. Ik heb een pita schotel met looksaus, ja. En hij een pita broodje, en hij Jamie? Frikadeelschotel. En Jamie een frikadeelschotel. Een oh, extra grote. Wat? Een extra grote. Oké, okay, we gaan gewoon dat eten. En wat heeft Kelly? Kelly? We don't give a... We gaan het wel zien, kom aan, we gaan gewoon pita eten. We gaan het gewoon doen. Kijk eens wat dat boyke doet. Kijk eens. Wat hè? Gaan boyke ook een koekje eten? Boyke eet dat ook, zeg. Boyke eet ook aan het dan. Voilà. Heskini, eet hij dat ook? Nee. Ja, we gaan pita eten. Pita, 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 pita. Pita, pita. Pita, 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 pita. No spoilers. Wow, wow, big project right here. Pita, 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 pita. We gaan pita eten. Salut. Oh my god, eindelijk. Ja, eindelijk. Dus Nathalina is achter pita geweest. Oh my god, ik heb er wat mega goesting in. Kom om dat zeer op eten, jongen. Vlug in ons mandje, zo. Oké, okay, vorken, glazen, cola, let's eat! Oh my god, hier gaan we dan. Halleluja, halleluja. Oh, dat ziet er eigenlijk wel bescheiden uit. We gaan lekker eten. Voilà. Wij zijn juist gegeten. Normaal ging ik nog naar de cinema gaan. Maar ik ga niet gaan. Echt, ik heb echt geen rust. Ik ben te dik gegeten. En, oh, ik ben moe. Ik heb de vroeg gehad en al. Dus... Dus ik ga hier de vlog gewoon afsluiten. Dus allemaal bedankt om te kijken. Goeie avond. Deze avond. Oké, dan. Goeie avond. Deze avond. Mijn naam was Pepe Blue. Oh my god. Hij heeft een boer.